erg benieuwd wie Rick is en ook erg benieuwd waarom hij het beroep als piloot heeft uitgekozen om wat meer van te weten. En, staat hij? Dag Rick. Goedemiddag. Ik ben Armand. Rick. Leuk dat je er bent. Ga je mee? Ja, ik ga mee. En hoe lang vliegt u al? 22 jaar bij de KLM. Wel op verschillende vliegtuigen. We vliegen vandaag met een Airbus. Dan moet ik hier met mijn paspoort zeggen dat ik aanwezig ben. Confirmeren dat ik een visum heb om Amerika in te gaan, want daar gaan we natuurlijk heen. En dan krijg ik een crewlijst uitgeprint. Nou, dan gaan we hier onze vluchtvoorbereiding doen. Het vliegplan en het weer. En dan gaan we ook gelijk even een kopje koffie drinken. En je hebt vanuit Amerika altijd een westenwind. Dus altijd tegenwind als je er naartoe vliegt. En dan proberen we die een beetje te omzeilen. Dus dan gaan we een klein stukje omvliegen. Als die wind zo hard waait. Om er minder lang over te doen. Ik hoor wel eens verhalen dat elke piloot dan een andere maaltijd krijgt. Is dat nog steeds zo? Ja, dat klopt. Wij hanteren strikt de regel dat de twee vliegers dat die niet hetzelfde eten. Want mocht er onverhoopt toch iets door het eten zijn of dat iets bedorven is, dan willen we niet het risico lopen dat we allebei tegelijkertijd ziek worden. Daar staat hij al. Welkom aan boord, Rick. Mijn collega's zitten al op hun plek. En wat we nu doen is aan alle systemen aanzetten en dat we onze navigatiecomputer gaan programmeren de hele route van Amsterdam naar Atlanta. Gaat u dan ook zelf alles nog eens keer checken? Ja, er zijn een aantal dingen die ik zeker wil checken. Dat is heel belangrijk in de luchtvaart. Alles checken. Het is helaas voor jou nu tijd aangebroken om afscheid te nemen. Ik vond het heel gezellig. Dankjewel. Ja, ik ook. Dank u. Nou, bedankt voor alles, voor deze hele rondleiding, voor deze dag. Graag gedaan, Rick. We nemen afscheid. Tot de volgende keer. Nou, dat was echt super tof. Bedankt Schiphol TV.